Leo, John, Mike. Jullie moeten alle drie een vrouw kiezen waarvan je denkt dat ze aan deze eigenschappen voldoet. Ze zeggen mannen, ja, weet je het nog? Welke eigenschappen precies nog een keer? Behendig. Behendig. Stressbestendig. Stressbestendig. Ruimtelijk inzicht. Ruimtelijk inzicht. Stressbestendig was er niet, maar handig wel. En die moet hier tussen zitten. Die zit hier tussen. Oh. Oh. Leo, heel veel succes, want jullie kunnen jullie vrouwen gaan halen. Ga je gang. Ja, okay. Stressbestendig. Handig. Handig, beetje timmeren en zo. Ja? Ja, serieus? Je werkt in de bouw of zo? Nee? Oké. Okay. Maar wel handig. Graag over jou. Kom maar. Ik ben al heel duidelijk. Vrouwen en auto's. Van oudsher niet de beste combinatie. Althans, dat zegt het cliché. Nou, dat gaan we zo zien. Eerder hebben we al een paar dames gevraagd om een simpel wegenkaartje op te vouwen. Ik kan deze weg opvouwen. Moet toch wel lukken? Dat gaat echt niet. We hebben tegenwoordig een tomtom, hè? Dus die gebruik ik niet meer. Dat vouwen, dat was best even een dingetje, maar er kon in ieder geval niets kapot. Bij het volgende onderdeel kan dat wel. Ze gaan namelijk inparkeren. Albertine, inparkeren als je dit ziet. Slaat de schrik je al om het hart of blijf je gewoon rustig? Ik lijk misschien rustig. Ik heb wel zoiets als ik straks blikken hoor vallen, dat ik denk shit. Heb je een rijbewijs? Ja, absoluut. Ja. Hoe lang al? 1996. Oh, oké. En heb je vaak schade? Ik heb wel eens schade gehad, ja. Nou, dat is een goed teken. Mirjam, ja? Als jij dit ziet, word je zenuwachtig? Ik vind het wel spannend. Ja? Ja. Je kan wel auto rijden, ja, toch? Ja, ik kan auto rijden. Doe je vaak? Ja, best wel. Oké. Okay. Ik denk als ze eenmaal in die auto zit, dan zit het wel goed. Hey, Leo, Rianne? Ja, Rianne. Jij ja. dacht, ja, dit is gewoon een oase van... Ik had ze daar al, toen ik daar stond, had ik er al gespot. En ik dacht, sokken aan, die kan ook inparkeren. Ja. We gaan het zien, ik ben heel benieuwd. Ze gaan achteruit inparkeren. En let op, het gaat erom wie dat het snelst doet, maar het moet ook precies gebeuren. Namelijk in dit vak. En om dat lekker makkelijk te maken, hebben we er een rijtje blikken omheen gezet. Hoor je de blikken vallen, kost je dat 10 extra seconden bij je eindtijd. De snelste dame verdient 25 punten voor haar man. De tweede 10 en de laatste helemaal niets. En vrouwen, jullie moeten echt je best doen. Want er staat namelijk een hele mooie prijs op het spel. Een heerlijk verwenweekend voor twee personen. Ja! Wow. Rianne, mag ik jou uitnodigen plaats te nemen? Ga lekker zitten. Stel de stoel even in, zoals jij hem lekker vindt. Rianne, ben je daar helemaal klaar voor? Nou, eigenlijk niet. Dat is een heel goed begin. Ik zou zeggen, go! Kijk uit, kijk uit! Cool, Rianne! Hey, pas op! Hey, kijk uit, Rianne! Oh, goed zo! Goed zo! Goed zo! Goed zo! Ja, heel goed. Beetje naar voren. Kom maar, kom maar. Beetje naar voren. Kom maar, kom maar. Kom maar. Kom. Lekker, Rianne. Daar maakt het niet meer uit. Hè? Ja. 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 Stop de tijd. Ja. Jan, stap lekker uit. Oh, als blikken konden doden. Ai, 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 ai. Je hebt het helemaal niet gek gedaan, serieus. 39 seconden. Er zijn wat blikjes omgevallen, dus daar komen 10 seconden extra bij vanwege de omgevallen blikken. Brengt jouw eindtijd op 49 seconden. Nou, helemaal mooi. Mirjam, mag ik je uitnodigen? De auto is geheel en al van jou voor de komende paar minuten. Stel de spiegels even af. Ben je er klaar voor? Ja. Ja? Parkeersensoren. Je tijd gaat. Ja, maar die moeten we wel. Nu in! Ja! Kom maar, tempo, hoor. Pas op, hoor! Gas, gas, gas! Ja, en naar voren, naar voren, naar voren. Iets nog naar voren, naar voren. Nog niet, nog niet. Ja, ja, naar voren. Nee, nog naar niet. Voren. Nog niet. Naar voren. Ja, ho, ho. Nee, het wiel staat nog niet goed. Het wiel staat, nee, het wiel staat nog niet in het vak, John. Absoluut niet. Nog een keer steken, nog een keer steken. Ja, ik kan er niks aan doen. Ah, joh. Nee, John, hij staat niet goed. Lekker lang discussiëren ook. Nee, man. Nee. Ja, dit is wel... Nu stopt de tijd. Ja, nu staat hij erop. Stop de tijd, stop de tijd. Ja.
Jammer. Mirjam, ja, nou, je man heeft je echt van de regen in de drup. Jammer. Hè? Echt hoor, hé. Van de wolf moet je het hebben. Volgens mij ging het goed. Je hebt het hartstikke goed gedaan. 46 seconden, je hebt wat blikjes geraakt. Eigenlijk zouden er 20 seconden straftijd bij moeten doen. Jouw bemoeienis? Ja, dat toch op, man. Blijf van de duck-out gewoon als je team aan het spelen is. Vind ik ook, hoor. Onsportief. 56 seconden, helemaal goed. Ja, kom op, Albertine, laat je niet gek maken. Albertine, ben je er klaar voor? Ik wat er ook gebeurt, ik hou van je. Bemoei je er dan nou niet mee, jongen. Dit kost extra seconden. Go! Go! Even terug. Dat was het niet. Oh! Oh! Nee, het is goed. Allemaal ja, stop. Dat is dat weer. Ja. Ah, jongens. Alle seconden. Yes, Albertine! Yes, ik wil met je trouwen! Albertine, kom maar lekker uit. Fantastisch gedaan. 11 seconden, de ruimteblikken omgedaan. Dus je komt uit op 21 seconden. Mag ik even de eindstand van het inparkeren zien? Kijk eens aan. Leo, 10 punten. John, 0. En Mike, 25 punten, jongen. Ja.